En wat hebben jullie vandaag voor ons gemaakt of voor de kijkers gemaakt? Een wrapje en dus met gerookte kip, komkommer en tomaat. En we hebben eerst de wrap besmeerd met bieslook crème fraîche met een beetje citroenschap, peper en zout. En we hebben de kip gemarineerd in een ketchup mayonaise en dat is het eigenlijk. Kijk, nou, een redelijke omschrijving. En als, wat voor een soort gerecht dient het? Een hoofdgerecht, een voorgerecht? Voorgerechtje. Ja? Ja. Het is gewoon koud gesfeer natuurlijk. Ja. En, maar is het ook veel gezonder dan, dat lijkt het dan wel. Ja, het is veel gezonder dan gewoon wat normale kinderen eten. Maar is het ook lekker? Ja, ik vind het wel heel erg lekker, ja. Waarom vind je het veel lekkerder? Nou, dit is geen friet of frikandel en zo. Maar als je dan een keer toch naar een restaurant gaat, dan is het toch juist lekker om een keer wat lekkers te eten. Als het dan ongezonde is, maakt het toch niet veel uit? Of? Ja, ik vind het wel. Want je hebt sowieso door de week altijd de kans om friet en frikandellen te eten. En als je een keer uit eten gaat, dan zou ik wel wat anders dan dat eten. En waar hebben jullie opgelet bij het creëren van dit gerechtje? Op de aankleding of om gewoon het zo gezond mogelijk te maken? Ja, we moesten op alles letten. Ook moest binnen de schijf van 5. En ook gewoon op de aankleding natuurlijk. Want het moet ook wel een beetje mooi zijn natuurlijk. En, maar vind je het ook een leuk project? Ja, ik vond het wel leuk om te doen. Ja. Maar dit is de kick-off. Dit is de eerste keer dat we een gerechtje maken. Wellicht dat er in de toekomst nog meerdere gerechtjes worden gemaakt. Heb je dan nog steeds de interesse om dit project te volgen? Ja, ik denk het wel. En hoe geldt dat voor jou? Ja, het lijkt me wel leuk. Ja. Maar waarom vind je het leuk dan? Nou, dan ben je ook bezig met eten en dan is het nu echt real. Ja. Voeding is een belangrijk ding. Ja. Ja.